Hallo allemaal, welkom weer bij het Katholieke Meisje. Vandaag wil ik verder gaan met jullie over het deel van over geen seks voor het huwelijk. En ik wil vandaag, we zijn dus nu dus bij deel 4. En vandaag wil ik met jullie hebben over de vragen die ik heel veel, over de vragen die ik heel veel gekregen heb van mensen om mij heen. Dus bijvoorbeeld mijn collega's, als ze erachter kwamen dat ik, ze wisten dus altijd dat ik gelovig was. Maar als ze er ook achter kwamen dat ik bijvoorbeeld dus ook geen seks had voor het huwelijk, had ik het gevoel dat ze altijd heel erg geschokt waren. Voor mij was het denk ik gewoon, en ik vroeg me altijd af, ja, waarom ben je zo gechoqueerd? Ik heb gewoon, jullie weten toch dat ik gelovig ben, maar ik heb gemerkt dat mensen het helemaal een shock waren. Was, ook omdat het iets is wat je eigenlijk heel weinig nog hoort, dat je seks bewaart voor het huwelijk. Dus bijvoorbeeld als mensen tegen mij zeiden, ja, ik krijg zoveel vragen. Dus als ze bijvoorbeeld zeiden, ja, had ik eens... Van ja, waarom? Maar waarom heb je dan geen seks voor het huwelijk? Dat vond ik altijd iets heel moeilijks. Om, ik wist voor mijzelf natuurlijk van waarom ik dat niet, niet wilde of niet aan meedeed. Maar om dat zo te beantwoorden aan mijn collega's die dus niet gelovig waren, wou ik altijd wel een heel goed antwoord geven. En ik wou gewoon... En ik wist ook dat ik er goed over na moest denken. Want ik wist dat van mijn antwoord ook weer heel veel vragen zouden komen. Dus dat was iets wat ik altijd heel moeilijk vond om dat te delen. Omdat het ook iets heel persoonlijks is. Hè. Dat, dit is iets zo persoonlijks. Dus na jaren hierover... hierover nagedacht te hebben, ben ik eigenlijk op een zin gekomen. En ik dacht, misschien hebben jullie er ook wat aan. Daarom wou ik graag deze zin met jullie delen, die je eigenlijk kan gebruiken als mensen aan je vragen van, ja, waarom heb je geen seks voor het huwelijk? Waarom kies je voor deze stap? Waarom kies je voor deze weg? En dan wil ik graag deze zin met jullie delen en ik hoop dat het jullie verder mag helpen hierin. Ik zeg dan nu van, ik begrijp dat mijn keuze voor jou verwarrend kan zijn, maar ik zou het respecteren als je mijn keuze respecteert en als je me hierin zou kunnen steunen. Want zoals je begrijpt is dit een hele moeilijke keuze. Kijk, je mag het naar je mag natuurlijk ook je mag het wat persoonlijker maken voor jezelf. Maar deze standaardzin, en elke keer gebruik ik hem wat anders, maar deze zin helpt mij heel erg. En ik vind het, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat dat je moet zeggen, want ik zou het echt respecteren als je mijn keuze respecteert. Dus dan vraag je ook hun respect dus, en hun steun. Dus dan, en vaak heb ik dan de vraag, vaak hebben mensen dan aan mij gevraagd van, maar Christine, hoe kan ik jou dan hierin steunen? Of hoe kan ik jou, hoe kan ik dat doen? En dan was mijn antwoord altijd van, om mij niet te ondervragen hierin. En met ondervragen bedoel ik dan, als dan niet aan mij zeiden, maar oké, je hebt geen seks voor het huwelijk, maar doe je dit, doe je dat. Of, en hoe zeg je het? Of, zoveel vragen. Dus, en ik zeg dan altijd, je zal me heel erg veel helpen als je mij niet zoveel zal ondervragen. En bij mij, en ik, wat ik heb ondervonden, dat mensen dan meteen heel veel respect voor mij hadden. Ja, sorry, niet voor mij, maar voor die keuze. En dat het daardoor eigenlijk wel, dat daardoor de vragen wel minder werden. Dat ik me minder een circusattractie voelde. Van wat, hè? In 2018 nog. Ja, want de meeste mensen vinden het heel moeilijk te begrijpen dat twee mensen gewoon verliefd kunnen zijn, maar dat ze niet... maar dat ze hunzelf kunnen... dat ze zoveel zelfbeheersing hebben dat ze daar niet aan toegeven. Maar ik zeg ook altijd tegen de mensen van, dit is niet ik, deze kracht komt niet van mij, hè? Maar die komt allemaal van God van boven. Als God jou iets in je hart heeft gegeven wat hij wil voor jou, dan geeft God de kracht, geeft God jou de kracht om dat te voldoen. Dus ik weet niet, dus als God iets aan jou vraagt, misschien iets wat je heel moeilijk vindt, vraag dan God altijd om jou de kracht te geven om dit vol te houden. Dus tuurlijk vind ik het af en toe ook moeilijk om hieraan, om deze weg te gaan. Maar daarom is het heel belangrijk te bedenken dat het zijn niet wij, maar het is God in ons. Dus God in ons geeft ons de kracht. En ook als je dan bijvoorbeeld, wat ik dan altijd doe, als ik dan heel erg om de vraag word door mensen in mijn omgeving, op dat moment bid ik altijd meteen tot mijn bescherming.
dat kan jullie misschien ook helpen. Van bied die beschermengel en vraag, o mijn beschermengel, geef mij de wijsheid en de goede woorden, zodat ik deze mensen ook dichter bij God mag brengen. En zodat ze ook wat meer mogen begrijpen van deze keuze, waarom ik dat doe. Want het is zo cool om anders te zijn. Het is zo uniek om anders te zijn. God heeft jou gemaakt om anders te zijn. Niet om een volger te zijn. Maar God heeft jou gemaakt zodat mensen jou kunnen volgen. Dus je weet niet wat jouw getuigenis van over geen seks voor het huwelijk, of wat dat met iemand kan doen. Maar ik wil wel één ding ook heel duidelijk maken. Jij bent niet verplicht om alle antwoorden van alle vragen van iedereen te beantwoorden. Want bijvoorbeeld als iemand jou vraagt, maar oké, je hebt geen seks voor het huwelijk, maar doe je dit. En als het jou een heel ongemakkelijk gevoel geeft, dan mag je zeggen, sorry, ik voel me heel erg ongemakkelijk hierbij en ik bespreek dit liever niet met jou. Dit is iets heel persoonlijks voor mijzelf. En dan mag je ook gewoon weglopen. Maar niemand heeft jou de recht om jou te ondervragen en jou het hemd van het lijf te vragen. Dit is iets tussen jou en tussen God. Dus je bent niemand eigenlijk verantwoordelijkheid schuldig behalve God. En dat is iets wat mij ook heel veel rust heeft gegeven. Want ik vond het altijd zo'n verantwoordelijkheid van wat moet ik tegen mensen zeggen dat ze mijn keuze begrijpen en dat ze mij niet raar vinden. Maar mensen zullen ons altijd een beetje raar vinden. Omdat deze keuze heel erg uniek is in deze tijd. Omdat seks gewoon... wordt zo gemakkelijk gedaan over seks. Als dan iemand tegenkomen die zegt... Nee, seks is iets heel kostbaars. Seks is iets wat echt bewaard moet worden voor het huwelijk. Seks is iets wat God heeft geschapen voor een man en voor een vrouw. Voor een huwelijk. Om een huwelijk in te zegenen. Dit is iets wat ze niet elke dag horen. Het is juist het tegenovergestelde. Ze horen juist elke dag van seks verkoopt. Films, boeken, in de kledingindustrie. Dus we moeten ook begrijpen dat mensen de hele dag geconfronteerd worden met seks is normaal. En dat als ze dan iemand tegenkomen die dus gelovig is. En die denkt van ja... Dit is nou normaal voor mij, maar voor een huwelijk. Dit is niet normaal voor mij om met iedereen te delen. Want mijn lichaam is het tempel van God. Dat wil ik alleen maar delen met mijn toekomstige man. Dus je moet jezelf ook... je moet niet zo streng voor jezelf zijn. Je moet ook begrijpen dat deze vraag kun je niet 100% goed beantwoorden. Maar weet dat Jezus trots op jou is als jij deze confrontatie aan wil gaan. Als je hun vragen beantwoordt. En je hoeft het niet perfect te doen. Maar vertel gewoon in je hart van waarom jij wilt dat je dit wil bewaren voor het huwelijk. En als je er nog niet klaar voor bent, dan kun je ook zeggen, dankjewel voor de vraag. Ik vind het een hele mooie vraag. Ik vind het ook heel fijn dat je mij deze vraag hebt gesteld. Zodat je interesse in mij hebt getoond en in mijn geloof. Maar ik ben er nu nog niet klaar om over te praten. Maar zodra ik klaar voor ben jij een van de eerste personen met wie ik dat zou delen. Dus mag ik erop terugkomen? En dan zullen mensen alleen maar respect hebben dat je hier ook eerlijk in bent. Want we moeten altijd denken dat mensen zien God niet. Mensen zien Jezus niet. Mensen zien Moeder Maria niet. Mensen zien niet de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Maar mensen zien jou. Dus wij als kinderen van God, wij zijn het visitekaartje van God. Dus laten we altijd alle vragen die we krijgen over het geloof, hoe moeilijk het ook vaak is, dat geef ik toe, dat vind ik ook, maar laat het altijd beantwoorden met liefde en met een glimlach. Vandaag dus laat ik het hierbij. Als jullie nog meer vragen hierover hebben, of als jullie ideeën hebben voor een filmpje, dan hoor ik graag van jullie. En ik wil jullie ook vragen of jullie alsjeblieft mij willen volgen via Instagram. Mijn naam via Instagram is Catholic Womanhood.
Dus ik zie jullie graag volgende week of ik zie jullie graag bij op Instagram. Laat gerust een berichtje achter, dat vind ik alleen maar leuk. Oh ja, nog één ding. Misschien kan je dit filmpje delen met een vriend of met een vriendin. Waarvan je weet dat die het ook heel moeilijk vindt om deze vraag te krijgen. Of als je iemand kent waarvan je weet dat die ook seks voor het huwelijk wil bewaren. Dus stuur dit filmpje alsjeblieft door naar je vrienden. Dus misschien kan het iemand helpen. Dat zou ik heel erg waarderen. Dus dankjewel voor het kijken en ik zie jullie graag volgende week. Dag!